drukte op het stadhuis bij het afscheid van raadsgevier Noor van der Vlist. 46 jaar werkte ze bij de gemeente Leiden. Ze begon als secretaresse en eindigde als hoofd van de Griffie. 46 jaar en dan weg bij de gemeente Leiden, hoe voelt dat? Ja, eigenlijk een beetje verdrietig aan de ene kant, maar aan de andere kant ook wel opgelucht. Wat een mensen. Wat een mensen vandaag hier. Dat vind ik zo leuk. Ik heb heel erg opgezien tegen een afscheid, maar dit is veel meer een reunie dan een afscheid. En daar ben ik ontzettend blij mee. Je bent begonnen hier als secretaresse van de wethouder, begreep ik? Ik ben begonnen als secretaresse van wethouder Kret. Dat was het eerste college waar geen PvdA in zat. Ik ben daarna, ik was ook de allereerste secretaresse op het stadhuis. Dus alles wat ik deed, dat was gewoon goed. Zo hoort het. Bovendien, ik zat ook op de kamer van de wethouder. En dat vonden al mensen die daar gesprekken kwamen voeren niet echt leuk. Geëindigd als griffier. 12 jaar gedaan. Ja. Al die tijd hier, 13 jaar. En al die tijd hier, wat is het mooiste moment? De dierbaarste herinnering? Het leukste. Het leukste moment was dat ik samen met Paul van Meenen in de leeszaal van het pand aan de Breestraat, dat ze met z'n tweeën, na alle gesprekken die we met fractievoorzitters hadden gevoerd, samen dat hele document in elkaar gezet hebben. En voor de coalitie? Hè? Voor de coalitie, ja. Nou, je hebt verdiend na al die jaren. Geniet ervan. Ja, ik geniet van al. Trouwens wel heel veel wat ik gedaan heb. Als ik die stad zie en ik loop daar nu rond, dan denk ik, oh, dat plan, daar heb ik ook aan meegewerkt. Oh, dat idee hebben ze ook van mij overgenomen. Want ik ben natuurlijk wel iemand die nooit ergens de credit voor wil hebben. Dat is voor de bestuurder en niet voor de ambtenaar.